Wil ik nu het woord geven aan Lieve en Frank van Workitects, die hun inzichten met ons gaan delen met de heerlijke titel 'Samen op smaak gebracht'. Trouwens, is dat geen boek dat we allemaal moeten lezen? Ze zullen het ons vertellen. Lieve en Frank, het woord is aan jullie. Uh, goedemorgen allemaal. Ik ben uh, Lieve Eeklaert. Van Burkitect, mijn collega Frank de Kraker. Goedemorgen. Um, en ja, wij zullen dus iets meer vertellen over um, ja, digitalisering binnen uh, de arbeidsorganisatie. Misschien eerst iets over ons, Burkitect. Wij zijn een expertisecentrum op vlak van arbeidsorganisatie. Ons werkdomein um, is het ontwerpen, herontwerpen van uh, bedrijven, van organisaties, uh, om er vooral voor te zorgen dat die bedrijven. Performanter worden, slagkrachtiger worden. Uh, maar ook met het oog op meer werkbare jobs creëren. Um, en dat doen we niet alleen, maar met heel wat partners, met een, een netwerk van adviseurs. En uh, de afgelopen jaren zijn we op dat vlak ook uh, ja, sterk bezig geweest in de voedingsindustrie. Um, in 2017 bijvoorbeeld zijn we gestart met een, een project, WIFI 2020, staat voor Workplace Innovation in the Food Industry. Um, en dat heeft uiteindelijk geleid tot het boek waar uh, uh, Karel daarnet al uh, op wees, Samen op smaak gebracht. Um, die titel hebben we gekozen omdat het, uh, het innoveren van een arbeidsorganisatie, van, van een organisatie, um, dat je dat niet alleen doet. Uh, dat kan enkel als je dat op een participatieve manier doet met alle medewerkers. Uh, maar het is ook het resultaat van um, samen te werken. Um, met heel veel voedingsbedrijven uh, in het project. En natuurlijk ook met onze partners, uh, waaronder Alimento, Flanders uh, Food. Um, en uh, na wifi 2020 hebben we in feite een tweede project gelanceerd, Operator 4.0, waar we weer met Flanders Food en Alimento, maar nu ook nog met Ceres uh, en Ilvo Food Pilot um, ja, een, een doorstart hebben gemaakt om... Uh, nog verder te gaan en te kijken van hoe kan technologie uh, en, en digitalisering nog uh, het werk um, ja, uh, mee ondersteunen en operatoren mee helpen ondersteunen in hun werk uh, in voedingsbedrijven. Wel, als we kijken natuurlijk, en ik denk dat de, de context die Anke geschetst heeft, dat die... Ja, geen extra informatie nodig heeft. We zitten met een krapte arbeidsmarkt, vaak sociodemografisch. Hè. De babyboom generatie die nu soms te vroeg op pensioen gaat. En helaas hebben we te weinig kindjes gemaakt in het verleden om dat eigenlijk te gaan compenseren. We weten ook naar de toekomst toe dat dat niet gaat verminderen. Anderzijds krijgen we natuurlijk ook druk dat we bepaalde keuzes gemaakt hebben in de arbeidsorganisatie. En als we kijken naar voedingsbedrijven, dan zien we dat eigenlijk voedingsbedrijven onder druk komen te staan. Enerzijds, als we kijken naar het aanbod. De type voedingsproducten, dan merken we dat de variatie groter en groter wordt. Meer lastenboeken, specifieke lastenboeken voor klanten, meer verpakkingen, andere receptures, specifieke receptures. U moet mannen de vraag stellen voor uw eigen organisatie, het aantal SKU's of referenties dat u in de markt zette tien jaar geleden. En vandaag de dag, dan zien we heel veel voedingsbedrijven die soms in een factor maal 2, maal 3 gaan. En dat betekent dat die variatie groter en groter wordt. Het andere dat natuurlijk ook prestatiedruk geeft en druk geeft op de organisatie is wanneer moeten wij bepaalde producten uitleveren, bijvoorbeeld. Of wanneer komen onze orders binnen? De graad van voorspelbaarheid of de stijgende onvoorspelbaarheid. We merken vandaag de dag in de voedingsindustrie: kijk maar naar retailklanten die later en later bestellingen doorvoeren. En dan natuurlijk heeft dat druk omdat wij als voedingsbedrijf, stel nu dat je in ultraverse producten zit, dat wij als voedingsbedrijf heel veel druk krijgen omwille van het feit van we moeten die levering de volgende dag zelfs overnacht nog blijven garanderen. Dat betekent dus niet altijd even duidelijk welke producten op welk moment moeten uitgeleverd worden bijvoorbeeld. Of welke producten op welk moment moeten geproduceerd worden. En dan praten we nog niet over seizoenschommelingen. Je hebt bepaalde voedingscompartimenten waar gewoon seizoenen worden afgevlakt en dat de vorige piek- en dalmomenten, dat men dat vandaag niet meer kent. Maar in andere type voedingsconcerns merk je bijvoorbeeld dat die piek- en die dalmomenten nog performanter worden, nog groter worden. En natuurlijk, die druk die ontstaat, hè, wat is het makkelijkst te organiseren? Dat is natuurlijk als je een kleine variatie hebt en een zeer grote graad van voorspelbaarheid dan kun je dat sterk gaan beheersen en dan de organisatiemodellen van de jaren 80, 90 hebben vaak nog de juiste oplossing. Maar natuurlijk, als je meer en meer evolueert, we doen we vaak naar een, een bolwinkel als productiebedrijf, dat je heel veel variatie krijgt en een grote graad van voorspelbaarheid. Is onze uitdaging, ja maar die arbeidsorganisatie, uw werkingsstructuur, is die eigenlijk afgestemd om die stijgende variatie en onvoorspelbaarheid? Want als die prestatie-eisen groter worden. En je hebt geen organisatie gebouwd die daarmee omgaat, wat creëren we dan? Stress naar medewerkers. En daar stellen we ons de vraag, en in dit WTV-project ook, in dit boek, hebben we proberen een aantal inzichten te verzamelen, ook om daar oplossingen naartoe te brengen. Want kijk maar, die druk op die organisatie, klassiek voedingsbedrijf, sales, moet een aantal dingen aankopen, er is een voorbereidingsproces, we gaan dat produceren of afvullen, we hebben een verpakkingsluik en daarna wordt dat dan logistiek bij de klant geleverd. Onderaan hebben we dan vaak een pak ondersteunende diensten, en dan bovenaan een grote bovenbouw met een aantal supervisors, hoofden, waar we dan ook een management, en middelmanagement hebben. En wat we natuurlijk dan krijgen, is dat we een scheiding maken tussen het denken en het doen. Mensen op de werkvloer zitten vaak met bepaalde urgenties, moeten batchen kunnen herplannen. Of er zijn bepaalde zaken die niet binnengekomen zijn. Kijk maar naar van de grondstofdruk die ontstaat, bijvoorbeeld kartonage die niet op tijd komt vandaag de dag binnen onze wereld. Ja, op welke manier gaan wij dan wendbaar zijn als organisatie, omdat we misschien andere producten eerst moeten produceren? Of orders moeten beginnen uitstellen? Dat betekent dat we eigenlijk een verschil maken tussen er wordt voor u gedacht en er wordt voor u gedacht. Want er zijn anderen in de organisatie die misschien tot de oplossing moeten kunnen komen. Gevolg daarvan is natuurlijk dat we een spaghetti krijgen. Heel veel communicatielijnen, afstemmingsproblemen. Waarin men dan eigenlijk gaat gaan zoeken van op welke manier krijgen we de juiste informatie bij de juiste persoon. En op welke manier komen we de juiste oplossing. En de vraag is: die type organisatie, deze type organisatie, is dan nog altijd de manier waarop we gaan werken naar de toekomst toe. Want je krijgt dus je kehonkjesmentaliteit, silo-denken, wij-zij-cultuur, het is niet ons probleem. We gaan het even, bijvoorbeeld in productieomgevingen, als operator, het is een probleem van de andere machine, het is een probleem van de andere cel, het is een probleem van de verpakking en niet van de productie. Of je krijgt ook bepaalde informele structuren. We weten dat mensen, als die structuur niet werkt, dat mensen gaan zoeken bij elkaar naar de oplossing. Ze gaan informatie zoeken, de kennis zoeken, waar die zitten. En operatoren weten vaak vrij goed bij wie dat ze moeten zijn. Er worden vaak ook een beetje operatorenfixers. Omdat natuurlijk vaak die structuurcontext soms te vertragend is, omdat bepaalde beslissingen snel moeten genomen worden. Dus je krijgt vaak ook een informele werkingsstructuur of beslissingsstructuur. Waarbij dat je dan bijvoorbeeld hebt, die leidinggevende zegt: zegt: ik weet niet meer wat er gebeurt in mijn organisatie, ik weet niet meer wat er gebeurt in mijn team. Omdat mensen zeg maar, tot de oplossing komen, ze zoeken hun eigen gemak. Het is niet altijd verkeerd als die prestatie-eisen duidelijk zijn, omdat men gaat op die manier naar efficiëntie zoeken. Dus die spanningsveld tussen die formele en die informele structuur, waar natuurlijk de afstemming en de communicatie niet evident is. Wat we dan ook vaak krijgen, is sniffers. Mensen die zeggen, het staat niet in mijn functieomschrijving. Ah, ik ben verpakker? Ik ga toch niet gaan helpen in de logistieke afdeling. Hoor. Ja, maar ik ben verantwoordelijk voor de paletten goed te zetten in het magazijn. Dus ik ga niet meedraaien aan de verpakkingsmachine. Of in de inbound, als er bepaalde goederen binnenkomen. Nee, nee, ik ben verantwoordelijk voor de outbound. Dus vaak hebben we ook, als we dan praten over knelpuntberoepen, misschien mensen zodanig doorgespecialiseerd dat we bepaalde knelpuntberoepen misschien zelf georganiseerd hebben. Door de organisatiekeuzes die we in het verleden gemaakt hebben. Waardoor we mensen zeggen: het staat niet in mijn functieomschrijving. Sniffers of vippers, mensen die een vervroegde innerlijke pensionering gaan. Die zeggen van: ik pak mijn job maar al de rest van verantwoordelijkheid neem ik niet op of ik word ook niet, ga niet meer uh, opdrachten gaan opnemen, ik word niet breed inzetbaar, omdat we een bepaalde keuzes gemaakt hebben in het verleden. Structuur bepaalt gedrag van mensen en dat houdt ons bezig. Kunnen we dan geen andere organisatiestructuur of werkingstructuur opbouwen waarbij we misschien het beoogde gedrag, betrokken medewerkers, die kwaliteitsgericht werken, die verantwoordelijkheid nemen over een eindproduct, eindresultaat, Misschien kunnen we ook structuurinterventies doen, waardoor we een mindset kunnen creëren dat mensen op die manier gaan beginnen kijken. Dus natuurlijk vaak productiebedrijven of voedingsbedrijven zijn grote tankers en de vraag is, zijn we dan klantgericht? Want als onze klanten meer en meer gecompartimenteerd zijn, of we hebben verschillende type productgroepen of productdynamieken, en we gaan dat allemaal op eenzelfde manier aanvliegen, dan gaan we misschien niet landen in de haven waar dat we moeten landen. Misschien hebben we verschillende haventjes. Verschillende type dynamieken, verschillende type doelstellingen die ervoor zorgen dat we onze, ook onze medewerkers kunnen compartimenteren die bepaalde eigenaarschappen ontwikkelen, bijvoorbeeld rond bepaalde productgroepen of bepaalde productielijnen. Omdat die specificiteit en die dynamiek zodanig verschillend is, dat we misschien van daaruit ook naar die arbeidsorganisatie moeten kijken. Dat is klantgerichtheid. Dat maakt een organisatie wendbaar. Misschien van die tanker... Moeten we misschien een vloot met verschillende bootjes maken, die elk hun eigen tempo, lastenboeken, competenties gaan beheren, om zeer gericht en wendbaar te blijven als organisatie? Oké, okay. um, Frank zei het, structuur bepaalt gedrag. Uh, de afgelopen jaren hebben we eigenlijk vanuit uh, dat basisprincipe een, uh, ja, een, een model, een denkkader ontwikkeld om op een integrale manier naar organisaties te kijken. Dat model uh, is, is gebaseerd op, op wetenschappelijke inzichten en uiteraard uh, ook heel veel afgetoetst uh, in de praktijk. Um, het model dat, dat, ik, dat we jullie uh, willen voorstellen uh, bestaat in feite uit twee uh, basisideeën of is gebaseerd op, op twee ideeën. Het eerste is dat er een logische volgorde is om een organisatie te gaan uittekenen. Het um, begint allemaal bij die... Prestatie, wat moet, er nu van, uh, wat moet die organisatie van u nu klaarspelen? Uh, Frank gaf daar al aan, is dat vooral um, heel volatiel? Zijn er heel veel onvoorspelbaarheden, heel veel variatie die moet geproduceerd worden? Um, of uh, kan er nog heel gestandardiseerd gewerkt worden? Dus die prestatie-eisen uh, zijn op dat vlak uh, bepalend. De tweede uh, vraag is dan, wat voor organisatie hebben we dan nodig om te kunnen voldoen aan die prestatie-eisen? Dus wat is die, die organisatie, hoe moet die organisatie eruit zien? Hoe moeten we die, het werk nu gaan structureren? Een derde uh, punt is dan hoe, eenmaal dat we de organisatie op een bepaalde manier hebben gestructureerd, hoe gaan we mensen daarin nu laten samenwerken? In afdelingen, in teams, in ondersteunende diensten. Uh, dus daar gaat het vooral om het aspect relatie. En uiteindelijk uh, komen we dan tot uh, ja, jobs die gecreëerd worden door die keuze die zij gemaakt. Um, en daar is de vraag van wat is er dan nodig, welke capaciteiten, welke competenties, welke tools uh, zijn er nodig om die job uh, te kunnen doen. Um, en we spreken hier ook wel over het, het matrushka of babushka-principe om aan te geven dat uh, ja, uiteindelijk een bepaalde job. Uh, en bijvoorbeeld de vraag van is die job werkbaar of niet, uh, niet enkel en alleen afhangt van de persoon in kwestie die die job uitvoert, maar uiteindelijk uh, afhankelijk is van keuzes die gemaakt zijn op vlak van prestatie, op vlak van organisatie, op vlak van de manier waarop dat mensen gaan samenwerken. Uh, dat is het eerste basisidee. Het tweede basisidee is dat er, als je naar een organisatie kijkt, dat je dat op twee manieren kan bekijken. Je kan het heel technisch benaderen. En je afvragen van oké, okay, hoe moeten we nu op een, een, een slimme technische manier die organisatie zo goed mogelijk gaan uittekenen. En ik denk dat ingenieurs onder jullie uh, daar vooral veel voor voelen. Maar we mogen ook niet vergeten dat iedere organisatie ja, een community is van mensen, medewerkers, die samen aan iets werken of die delen uitmaken van die organisatie. En die mensen moet je ook meekrijgen, die mensen moet je kunnen mobiliseren. Um, en daar uh, is het dus ook belangrijk dat er uh, voldoende oog is uh, naar het menselijke, culturele aspect. Dus de boodschap is hier met dat tweede basisidee, um, als je aan organisaties wil werken, als je met je voedingsbedrijf aan de slag wil, dat je zowel rekening moet houden met uh, proces en structuur, maar ook met mens en cultuur. En ik hoef jullie niet te vertellen dat uh, in de voedingsindustrie en in de industrie in het algemeen ja, dat de nadruk vaak vooral op het procesmatige komt te liggen, op het technische aspect, um, waar we werken ook bijvoorbeeld in uh, onderwijs, in de zorg, waar er veel meer aandacht gaat naar het cultureel het mensgerichte. En de, de uitdaging is om daar toch een, een, uh, uh, ja, een, een balans in te vinden, een uh, gezonde balans en rekening te houden met zowel structuur als cultuur. En als we dus die twee basisideeën uh, ja, naast elkaar leggen, komen wij tot een uh, model, uh, ons organisatiekanvas met acht bouwstenen. Uh, bovenaan heb je dus visie, leiderschap, teams en individu. Dus de, de individuele uh, medewerker, uh, de food hero, waar uh, Anke daar pas naar verwees. Um, en onderaan heb je dan de bouwstenenproces, macrostructuur, microstructuur en systemen. Um, ik ga zo meteen even in op, op, een aantal, even op die bouwstenen, maar ik wil toch al uh, duidelijk meegeven dat dit een, een kader is, een canvas, uh, waar iedere organisatie, uh, ja, dat iedere organisatie kan gebruiken om uh, ja, de eigen werking te gaan analyseren, tegen het licht te houden. Um, en te gaan bepalen van oké, okay, waar kunnen we nu op gaan inzetten om als organisatie uh, te verbeteren, te groeien. Uh, het is dus geen uh, één model waar iedere organisatie moet in passen. Iedere organisatie, ieder bedrijf kan, dat, uh, kan die verschillende bouwstenen op een eigen manier uh, gaan invullen. Um, als het gaat over ja, wat wij dan innovatieve arbeidsorganisatie noemen. En we kijken naar dat canvas, zijn er een aantal principes die wij hanteren om uh, met bedrijven aan de slag te gaan. Het begint eigenlijk allemaal bij de visie. De visie, uiteraard een, een, een heel ruim begrip. Het gaat in eerste instantie om wat zijn nu de strategische prioriteiten voor uh, je organisatie, welke keuzes heb je gemaakt. Um, en die keuzes zullen voor groots of bepalen. Uiteindelijk uh, ja, welke activiteiten dat je, dat je zal moeten doen, hoeveel onvoorspelbaarheid dat je binnentrekt, hoeveel variatie dat je binnentrekt en hoe dat je die variatie en onvoorspelbaarheid zal uh, moeten gaan organiseren. Uh, visie is ook meer dan dat. Uh, visie gaat ook over bijvoorbeeld de waarden. Uh, welke, vanuit welke ja, mensgerichte principes vertrekken we als organisaties? Um, en daar linken we sterk naar ja, de individuele medewerker, omdat elke individuele medewerker zal op een of andere manier zichzelf herkennen of helemaal niet herkennen uh, in de visie van een bedrijf. Um, als het gaat over die innovatieve arbeidsorganisatie, ja, is het belangrijk dat, dat bedrijven daar vertrekken vanuit een positief mensbeeld, uh, waarbij dat er ja, ook vertrouwen uh, kan worden gegeven aan, aan medewerkers. Enkel op die manier. Kan ook een meer flexibele organisatie uh, worden uitgebouwd. Um, een ander principe is dat een bedrijf ook uh, ja, gaat streven naar jobs op maat van de talenten, de competenties, de capaciteiten van uh, de medewerkers. Uh, een ander principe is bijvoorbeeld ja, dat bedrijven ook ervoor kiezen van kijk, we gaan mensen niet doorspecialiseren, maar we geloven in bredere inzetbaarheid. Het feit dat we mensen flexibeler kunnen inzetten. Wat niet betekent, want dat is vaak het misverstand, uh, dat iedereen alles zou moeten kunnen. Nee, we geloven nog altijd in een bepaalde specialiteit, in een bepaalde uh, doorspecialisatie. Maar de vraag is tot waar uh, dat je dat moet en kan doen als organisatie. Zeker als er meer flexibiliteit uh, wordt verwacht. Dus terug naar visie en proces. Uh, vanuit die visie kom je dus tot een, een, ja, een reeks van... Uh, activiteiten die moeten worden uh, uitgevoerd. En dan komen we in feite bij ja, de, de kern van innovatieve arbeidsorganisatie. En dat is de vraag van hoe gaan we nu uh, die organisatie gaan structureren, welke organisatiestructuur, welk regime gaan we kiezen om ervoor te zorgen dat, er wo wordt, uh, ja, dat de, de prestatie-eisen matchen. Uh, of dat de organisatiestructuur matcht met die uh, prestatie-eisen. Nog een keer wat, wat Frank daar pas ook al zei: heb je een ja dan zou je een veel flexibere structuur uh, moeten kiezen dan als je een heel gestandaardiseerd aanbod hebt, heel voorspelbaar. Ja, dan kan die functionele uh, organisatiestructuur uh, nog wel werken. Een ander principe is: um, als je gaat organiseren, als je een bedrijf gaat structureren, leg dan autonomie zo laag mogelijk in de organisatie, op de werkvloer. Dat is het principe. Um, in plaats van dat veel bedrijven, uh, als ze uh, met hun organisatie bezig zijn, beginnen met het organigram uit te tekenen en eerst kijken van wie moet waar in de bovenlaag zitten, draaien wij het om en vragen we eerst van welke verantwoordelijkheden kunnen mensen op de werkvloer zelf opnemen, om dan te gaan bepalen op basis van een aantal ja, principes vanuit je visie als toetsteen kan je gaan bepalen van wat kunnen we nu, uh, of moeten we toch uh, eerder uh, in de hiërarchie gaan leggen? Waarbij dus uh, een ander principe is, we streven naar een minimale hiërarchie, waarbij dat we in eerste instantie vooral uh, uh, naar streven of voor pleiten dat teams onderling, uh, ja, uh, dus horizontaal, gaan afstemmen zonder dat er altijd een leidinggevende moet bij betrokken zijn. Ik zeg dus minimale hiërarchie, dat wil dus niet zeggen dat we hier zeggen van weg met de baas, hiërarchie is overbodig, dat is niet de boodschap, maar draai het om, Ik begin eerst met te kijken van waar leggen we welke verantwoordelijkheden. Daaraan gekoppeld is de vraag van hoe kijken we nu naar leiderschap. Wij geloven sterk in het principe van gedeeld leiderschap, waarbij dat leiderschap niet enkel gaat over wat is nu de rol. Wat is nu de functie van een leidinggevende in, in uw bedrijf? Maar gedeeld leiderschap gaat erover uh, hoe kan iedereen binnen zijn of haar functie of rol bepaalde verantwoordelijkheden opnemen. En als je vanuit dat principe uh, vertrekt, dat uiteraard moet aansluiten met, met je visie van je bedrijf, ja, dan kan je ook uh, mensen meer verantwoordelijkheden geven en zullen ze die ook uh, binnen die cultuur van je organisatie ook, ook gaan grijpen. Als we dan kijken naar die, die bouwstenen microstructuur en teams, gaat microstructuur uh, over de manier, als je uh, in die macrostructuur hebt gekozen voor, we gaan onze organisatie in bepaalde afdelingen uh, structureren of in een aantal teams, is de vraag bij microstructuur hoe gaan we nu binnen zo'n team of binnen een afdeling, binnen een groep mensen uh, het werk gaan verdelen. Welke rollen, welke functies kiezen we om uh, mensen op een goede manier te laten uh, samenwerken? Dat is één deel uh, van uh, teamwerk. Als het gaat over resultaatgericht teamwerk, uh, ja, moet ik jullie niet vertellen dat er ook heel wat interpersoonlijke uh, zaken bij komen. Uh, teamleden moeten ook elkaar leren kennen. Uh, niet enkel professioneel, maar ook persoonlijk. moeten op elkaar ingespeeld raken. Dus hier ook, als het gaat over teamwerk, gaat het om een, uh, een integrale benadering van zowel eerder de, de technische, kant van de zaak, hoe gaan we het werk verdelen, maar ook hoe laten we mensen beter samenwerken. En tot slot komen we bij het, het, het stukje, het blokje systemen. Systemen, uh, dat zijn in feite, um, ja, als je alle mensen uit je organisatie wil trekken, wat blijft er dan nog, nog over? Um, dat kan gaan over HR-systemen, functieclassificatie, verloning, beloningssystemen. Um, dat, dat gaat over infrastructuur. Infrastructuur waarvan uh, dat we weten dat dat, dat vaak heel bepalend is voor de manier waarop dat een, een bedrijf werkt. Uh, maar idealitair zou die infrastructuur ook ja, de, de keuzes van uh, op vlak van organisatiestructuur uh, moeten volgen. Vandaar ook dat we bedrijven die de kans hebben, de opportuniteit hebben om... Uh, ja, een, een nieuwbouw te zetten om uh, dat door dag te doen en ook te kijken naar hoe kijken we nu naar die organisatie uh, van de toekomst. En bij systemen uh, komt bijvoorbeeld ook ja, alles wat met technologie uh, te maken heeft. En daar komen we dan ook uh, straks uh, op terug. Um, dus ik heb het, het canvas uh, aan jullie voorgelegd. Dan is de vraag van in welke mate heb je in uw bedrijf, in uw organisatie... Uh, ja, is die gebouwd op uh, die principes en kan die die principes uh, ook mogelijk helpen maken. Um, heb je eerder gekozen voor ja, die omwille van historische redenen, omwille van de context, voor een, een functionele organisatie uh, die Frank daar pas al, al toelichtte, waar er heel veel afstemming uh, nodig is. Of um, een andere optie is van kijk, kan je meer kiezen voor een stroomsgewijze aanpak. Uh, in, in sommige contexten spreekt men ook over: kunnen we minifabriekjes gaan bouwen of end-to-end -end teams gaan, gaan bouwen, waar eerder multidisciplinaire teams samen verantwoordelijk zijn voor een bepaalde uh, stroom in, in jullie productie. Um, en dat kan zijn dat jullie bijvoorbeeld teams gaan bouwen rond een productfamilie, uh, type producten, rond bepaalde volumes, uh, rond recurrente producten versus uh, de winkel. Um, rond, rond order versus stok. Dus er is heel wat mogelijk, maar het, het, het doordacht gaan uh, bekijken van hoe kunnen we het werk nu gaan structureren in die macrostructuur is, is een hele belangrijke en wordt vaak uh, ja, over het hoofd gezien. Of bedrijven staan daar uh, vaak uh, niet lang bij stil. Nogmaals, functionele organisatie, een stroomsgewijze organisatie. Het is geen goed of fout. Uh, in veel bedrijven. Zeker de grotere bedrijven zien we dat, dat er daar ook een, een mix kan ontstaan, waarbij dat er enerzijds ja, de, de stan, gestandardiseerde productie nog echt op een functionele manier kan georganiseerd worden, maar waarbij een bedrijf ook kiest voor om die bolwinkel op een meer flexibele, teamgebaseerde uh, manier te gaan organiseren. Structuur bepaald gedrag. Uh, er is iets mis? Ik probeer naar de volgende slide te gaan. Ja, daar is hij. Um, structuur bepaalt gedrag. Structuur bepaalt ook voor een groot stuk werkbaarheid. Um, dus we hebben die arbeidsorganisatie, die, die organisatiestructuur, uh, die zal uiteindelijk bepalen hoe, denk aan, aan de, de baboeskas. Uh, hoe een job eruit ziet en welke kenmerken een bepaalde job, job heeft. En we kunnen dat uiteenhalen in, en enerzijds, taak eisen. Wat wordt er van een individuele medewerker die voetgeroe gevraagd? En anderzijds, welke regelmogelijkheden, welke autonomie geeft een persoon zelf, maar ook in samenwerking met zijn collega's, met zijn leidinggevende, om aan die taak eisen te voldoen. Dus uh, op dat vlak is werkbaarheid en werkbaarheid van jobs. Een een uh, kwestie van een balans tussen taakeisen en regelmogelijkheden. En die jobkenmerken, dat gaat zowel om fysieke aspecten, hè, dus uh, iemand die fysiek zwaar uh, werk moet doen, ja, als die aan de andere kant ook bepaalde ergonomische regelmogelijkheden, ergonomische hulpmiddelen heeft, ja, dan zal uh, die, die, uh, die job op dat vlak meer werkbaar zijn. Het gaat ook over het emotionele. Uh, in relatie tot collega's, tot klanten. Uh, bijvoorbeeld ook in welke mate ondervindt men emotionele steun, uh, wordt men gesteund, voelt men zich gesteund door collega's, door leidinggevenden? Het gaat ook over het cognitieve. Daar kijken we dan naar bijvoorbeeld welke kennis en vaardigheden zijn er nodig in een job en welke um, toegang tot bepaalde kennis en informatie geeft men. Kan men aldoende leren in een job of niet? Uh, het gaat over informatie en toegang tot informatie. Het gaat over uh, de planningseisen en de mate waarin dat operatoren op de werkvloer ook uh, ja, impact hebben op, op de planning. Zij het nu de, de weekplanning of uh, de dagplanning. En uiteindelijk die, die jobkenmerken, dus keuzes die. Vanuit die arbeidsorganisatie worden gemaakt bepaalde jobkenmerken. En die bepalen uiteindelijk ook hoe mensen hun job gaan beleven. En dat kan aan de ene kant zijn, als die taakijzen te veel doorwegen, eh, dat dat werkstress, tijdsdruk, vermoeidheid gaat opleveren. Aan de andere kant, euh, ja, als er voldoende regelmogelijkheden ook worden georganiseerd, individueel en samen met anderen, ja, dat dat ook meer werkhoesting, meer betrokkenheid gaat uh, creëren. Uh, vandaar ook. Uh, ja, stimuleren wij organisaties om vooral die, die betrokkenheid te gaan uh, organiseren door mensen ook meer verantwoordelijkheden, meer autonomie uh, te geven. Zo, Frank. Dank u wel. Ik denk dat de context, die uitdaging van die, die job en die jobinhoud, dat die duidelijk is en dat we daar ook stappen willen zetten. En dit project ook laat ons toe om eens verder te kijken. Vandaag wordt er gepraat over Operator 4.0 waar we eigenlijk de uitdaging aangaan, in welke mate kan technologie kan helpen om hun jobs makkelijker te maken, sneller te maken, beter te maken. En, en van daaruit kunnen we eigenlijk ook al een stukje klassificatie maken en welke type operatoren. We hebben het er net gehad over, over visie, wat we toch zien in heel veel voedingsbedrijven is de centrale vraagstelling van maar wat is eigenlijk uw mensbeeld in uw visie? Is dat gedefinieerd? Er zijn veel voedingsbedrijven die zeggen we willen de grootste zijn, we willen de compleetste zijn, willen de innovatiefste zijn. Maar als je dan de vraag stelt wat is je mensbeeld is. Bijvoorbeeld geloof je in het feit dat medewerkers tot een 67 jaar bij u aan de slag kunnen blijven? Of sta je in voor een tewerkstelling tot een pensioenleeftijd. Of als we dan praten over levenslang leren, zit dat in uw visie? En daarna kan dan de vraag komen: van wat doen we er nu voor? En als we kijken naar die operatoren, merken we ook momenteel in de voedingsindustrie dat die operatoren 4.0, dat je eigenlijk wel een beetje kunt klassificeren. Bijvoorbeeld als we kijken naar oplossingen die te maken hebben met skeletons, bijvoorbeeld. voornamelijk vanuit het fysische aspect. Dan krijgen we mee, soms de super strength operator noemen we die dan. En dat zijn mensen die fysisch worden ondersteund om hun job zeg maar, werkbaarder te maken, vertaal het hier in deze context lichter, waardoor dan men bijvoorbeeld minder fysische belasting krijgt. Als we kijken bijvoorbeeld naar de augmented operator. Dat betekent dat bepaalde data, informatie die beschikbaar is. Dat je op een bepaalde manier ook zeg maar, in de job kan komen, waardoor dat mensen op een makkelijker manier, op een werkbare manier een job kunnen oppakken. He, bijvoorbeeld de glasses, Google Glasses. Men krijgt bepaalde data of men wordt geholpen zeg maar, in een bepaalde handeling. Er zijn bijvoorbeeld technologieën die dat kunnen helpen. We hebben dan natuurlijk ook de virtuele operator. Bijvoorbeeld, wat zien we nu in voedingsbedrijven? Er komt een nieuw machinepark binnen, we moeten mensen nog opleiden, we hebben soms de tijd daar niet meer voor, dat via virtuele oplossingen mensen eigenlijk in de opleiding al een stukje dingen kunnen beginnen oefenen, of als er bepaalde problemen ontstaan aan machines, dat zij ook als operator, vanuit een mensbeeld, de operator niet alleen maar moet uitvoeren, maar misschien ook technische verantwoordelijkheid begint op te nemen over een machinepark, dat zij vanuit virtuele technologieën daar kunnen geholpen worden. De healthy operator, hè, kijk maar naar de Fitbits vandaag de dag bijvoorbeeld, die in heel wat bedrijven zelfs op de werkvloer worden binnengebracht, is eigenlijk als ambitie vanuit dat gezondheidsaspect daar technologie te gaan gebruiken om daar een stukje oplossing in te bieden om die jobs werkbaarder te houden. En dat zeg maar... Kijk bijvoorbeeld ook naar oplossingen, naar forse sportinfrastructuur binnenbrengen in organisaties. Of effectief zeggen mensen, in plaats van acht uur tijd hebben ze perfect een uur tijd om te gaan sporten. En dat zit bijvoorbeeld in onze acht uur tijd. We moeten niet alleen maar zeven uur produceren, maar we hebben ook een, een uurtje tijd om daarmee zeg maar, aan de slag te gaan. Waarbij dan ook technologie kan helpen om die context te gaan creëren. Kijken we naar de smarter operators bijvoorbeeld. Dat is dan voornamelijk gehad over ja, informatie. Hè. Dus het wordt soms zodanig complex. Dat de operator niet meer allemaal de kennis kan bijhouden in één hoofdje. Of de kennis die hij bijvoorbeeld 10, 15 jaar opgebouwd heeft, wordt ineens keer niet meer relevant. Omdat zeg maar, andere producten binnenkomen, de onvoorspelbaarheid groter wordt, waardoor we die operator willen helpen om een smarter operator te zijn en dat we daar technologie gaan voor gebruiken. De collaboratie van operator. Hè, bijvoorbeeld als we kijken naar de aard van de taken. Er zijn bijvoorbeeld jobs die niet zinvol zijn omdat dat zeer recurrente arbeid is en dat zeg maar, we aapjesjobs uh, organiseren. Het kan misschien een opdracht zijn om die taken, zeg maar weg te automatiseren via een cobot-systeem, waar een operator in samenwerking met een cobot wel meer meerwaarde meer waarde kan steken in waarde-toevoegende activiteiten, wat die dan ook mogen zijn voor je organisatie. Dan de laatste, de analytische operator. Oké, okay, we hebben heel veel informatie op de werkvloer, hoe gaan we ervoor zorgen dat operatoren met die informatie aan de slag kunnen gaan? Om te verbeteren, om zichzelf uit te dagen, om competenter te worden, om te leren, om die analytische operator te voeden. Wij vanuit Workitex gaan ook zeer sterk inzetten op het sociale aspect van die operator. Zoals Lieven daarnet zei, het gaat vaak over kennis, informatie en planningsverstoringen, waar men eigenlijk gaat zorgen dat men een bepaalde graad van autonomie heeft om daarmee aan de slag te gaan. Als we dan contexten opgebouwd hebben, bijvoorbeeld, dat we verantwoordelijkheden weggeorganiseerd hebben bij brigadiers. Of dat we bijvoorbeeld kwaliteitstaken weggeorganiseerd hebben van de operator, omdat we dat functioneel georganiseerd hebben in de kwaliteitsdienst. Dat betekent dat die sociale dynamiek anders in elkaar zit. En dan kunnen we eventueel technologische systemen binnenbrengen om die informatie te brengen waar het moet gebracht worden. Maar we gaan eerst als workertext de vraag stellen van, ja, maar kunnen we eerst niet die arbeidsorganisatie bijstellen voordat we technologie binnenbrengen? Bijvoorbeeld kunnen we kijken hoe kijken we naar die operator Wat is de job? Bijvoorbeeld als we een, in een fritorganisatie diverse fritten maken, zodanig automatiseren en het proces uh, automatiseren, waardoor er een machine is die 15 ton zeg maar, per uur, en waar we maar drie operatoren voor nodig hebben, dan is de vraag: ja, wat is het sociale aspect nog? En wat is ook de job Want zolang die machine perfect loopt, heeft die operator eigenlijk geen job. Maar als het misgaat dan is de complexiteit van die job zeer groot. En dan is natuurlijk, wat is sociaal netwerk er rond, en hoe kan technologie helpen om de juiste informatie, de juiste kennis, met al dan niet interne en externe partners, een stukje beheersbaar te krijgen. Dus de uitdaging die we geven als organisatie is ook van, denk die type operator voor u de operator 4.0 is. En misschien is dat wel een combinatie, een mix, vanuit uw mensbeeld, vanuit uw visie, waar zet je op in. En als dat scherp is, kun je natuurlijk ook draagvlak creëren naar operatoren Waarom doen we bepaalde technologische investeringen? En op welke manier zal technologie ondersteunen en helpen om u als operator zeg maar, te gaan voeden? Dus wat merken we in het model ook? Dat vaak technologie binnenkomt en dat die vaak de manier van werken gaat beginnen te bepalen. Daarnet heeft Lieve Jullie ook meegenomen dat wij redeneren van links naar rechts. En er zijn natuurlijk heel wat voedingsbedrijven die van rechts naar links. Nieuwe technologie, standaardisatie van processen, die ervoor zorgen dat mensen op een bepaalde manier moeten beginnen werken. En de vraag is, hebben we een context gecreëerd dat mensen daarin mee zijn waarom dat zo moet? Of gaan die systemen eerder de werkbaarheid ja, belemmeren dan de job gaan ondersteunen? En dat daad ons toch wel uit om van daaruit even te kijken naar technologie. Want de vragen die we stellen, van oké, okay, welke impact heeft dat nu op de job-inhoud? Wordt uw job misschien voorspelbaarder? Krijg je misschien meer, uh, meer variatie of minder variatie? Of wordt de graad van autonomie groter? Of geeft dat een impact op wat je nu moet doen of niet moet doen? Stel nu dat die systeem ervoor zorgen dat je bepaalde taken niet meer moet doen. Dat die weg worden georganiseerd door de technologie. De vraag is dan wat moet die operator dan wel beginnen doen. Waar gaat hij tijd beginnen in steken? Dus impact op die microstructuur. Of misschien op een andere manier moet beginnen samenwerken. Met andere collega's, andere teams partners buiten je organisatie. En natuurlijk heeft dat ook impact op die sociale cohesie. Ik moet relaties opbouwen, maar misschien terug met andere mensen. Ik moet terug opstarten. U voelt aan dat daar dan ook vaak gronden van weerstand achter zitten, waarom mensen soms niet mee in de verandering gaan. Welke impact heeft dat op competenties? We hebben net gehoord van Anke, het upskilling of het reskilling verhaal. Wat doen de mensen? We weten dat de job vaak ook je identiteit bepaalt, uw status bepaalt. En natuurlijk als die inhoud van die job verandert, ja, dan zijn we ook aan die identiteit en aan die status aan het morrelen van die operator of van die persoon, die identiteitscrisis die dan vaak ontstaat. En natuurlijk als we nog iets verder gaan, is er natuurlijk ook van op welke manier gaat de samenwerking tussen teams of afdelingen anders lopen? Of als we de vraag stellen van kijk, ja, is het een gedeeld verhaal? Zijn leidinggevenden mee? Op welke manier gaan leidinggevenden of omarmen, of op welke manier gaan we verantwoordelijkheden herverdelen. Of technologie daarin ondersteunen om de verantwoordelijkheden te leggen waar ze eigenlijk moeten gelegd worden. Misschien ondersteunt dat ons principe van laten mensen regelen wat ze zelf kunnen regelen. We zetten in op autonomie vanuit ons mensbeeld. Kan technologie daarin versterken, kan erin ondersteunen. En natuurlijk ook technologie gekoppeld aan uw visiestrategische prioriteiten. Wat we proberen voeden hebben met dat operator 4.0 en die klassificatie is van... Ja, in je visie maak je een bepaalde keuze, je hebt een bepaald mensbeeld. Waar kan technologie dan niet aan gekoppeld worden? Op die manier draagvlak te creëren en operatoren mee te nemen in vaak uitdagende of complexe veranderingsprocessen. En natuurlijk, technologie kan er ook voor zorgen dat bepaalde activiteiten worden weggeorganiseerd. Maar moeten we doen dat niet meer als organisatie. Ja, de impact daarvan op welk werk moeten we dan organiseren of moeten we het herorganiseren? De impact op. Teams, teamsamenstelling. de impact, hoe kijken we naar functies, hoe kijken we naar jobs, hoe kijken we naar medewerkers, is natuurlijk recht evenredig, die logica in functie van, okay, welke technologie komt er binnen en wat is onze ambitie om dat eigenlijk daarmee uit uh, te bereiken. Dus dat betekent dat die job-inhoud kan transformeren door die technologie. Hey, je hebt een operator, daar verwacht je een aantal zaken van. Het kan best zijn dat die technologie ervoor zorgt dat die jobs worden uitgehold. We krijgen in de voedingsindustrie meer en meer recurrente arbeid. Uitvoerende arbeid wordt vervangen door controlearbeid. Een bakker, 15 jaar geleden in een koekjesfabriek. Mengen, snuiven, vormen. Vandaag bakker, koekjesfabriek, controlepaneeltjes. Kijken door het venstertje is de kleur van het koekje nog oké. Okay? Dat betekent dat als we kijken naar de zinvolheid van het werk, is de vraag: is dat nog een zinvolle job? Wat kunnen we daar als alternatieven tegenover stellen? Of de job wordt complexer. We verwachten van operatoren dat ze soms supermannen worden. Waardoor dat mensen soms in technostress geconfronteerd worden. Of jobs houden volledig op te bestaan. Ze bestaan niet meer. Ze worden volledig getransformeerd. Waardoor natuurlijk het verhaal van upskilling, reskilling, in welke mate nemen mensen mee in dat verhaal? eigenlijk er ook voor zorgt van okay, welk transformatieproces en hoe kunnen we medewerkers meenemen in dit verhaal. En je voelt al aan, vanuit deze drie typologieën zal technologie soms meer omarmd worden door bepaalde operatoren dan door andere operatoren, omdat die identiteitscrisis, waar dan sommige operatoren worden mee geconfronteerd, al dan niet erger wordt. Dus die operator 4.0. Het gaat hem eigenlijk over hoe kunnen we de medewerkers in de productieomgeving winstcapaciteiten, hoe kunnen we die ondersteunen en verbeteren door nauw samenspel van die digitale technologieën. Als het natuurlijk fysieke uitdagingen zijn, dan kunnen we inzetten op de fysieke capaciteiten en, en zijn bijvoorbeeld koboldoplossingen. oplossingen. Ja, het sensorische bijvoorbeeld als dat een uitdaging is, kunnen we daar eigenlijk zeg maar, operatoren in gaan ondersteunen, dat dingen makkelijker sneller gaan, dat ze minder complexiteit in hun job ervaren. En dat ze de informatie en de kennis kunnen gebruiken om meerwaarde te gaan genereren. Cognitief ook de juiste data op de juiste plaats. Of zeg maar, het sociaal. Heb ik de juiste informatie. Heb ik toegang tot informatie, heb ik toegang tot andere collega's. Bijvoorbeeld denk maar aan plaatsonafhankelijke teams. Bijvoorbeeld. Verschillende... We hebben ons productieproces historisch ook verknipt. En we hebben daar ook een gebouw rond gezet. Elke productiestap in een gebouw zit zelfs, waardoor dat mensen wel samen een team moeten vormen. Maar wat dan bijvoorbeeld uh, digitalisering of techn andere technologieën kunnen helpen om die informatiedoorstroming tussen die groep van mensen mogelijk te maken om die sociale binding die misschien fysisch niet kan, om die toch wel op die manier een stukje te gaan compenseren of daarin de operatoren te gaan ondersteunen. Dus als we kijken naar technologie, enerzijds natuurlijk gaat het over een bepaalde oplossing. Stel nu, je zit in een in een, in een omgeving die zeer sterk, uh, uh, enorme grote decibels zit, 90, 96 decibels, geluidsverstorend, waardoor de communicatie aan de lijnen zeer moeilijk verloopt. Je kunt zeggen, ja, we hebben daar een, een, een oplossing voor. En dan natuurlijk is het punt van, hebben we de juiste oplossing voor de juiste persoon en hebben we er ook voor gezorgd dat die mensen de juiste skills hebben om zeg maar, die uh, technologie te gaan absorberen. Dat is één facet. Het tweede facet natuurlijk moet een beetje ook zinvol zijn: van helpt dat ons nu? Als de mensen in de productieomgeving geen geluidsprobleem ervaren, dan is de kans ook vrij klein dat ze die technologie gaan absorberen. Dus met andere woorden, hebben we zeg maar, het product, de noodzaak, de noodzakelijke features, om op het probleem dat gedetecteerd wordt, om daar ook een oplossing voor te bieden. En daarmee maak ik een koppeling ook naar de desirability van medewerkers. Je kunt wel zeggen, er is een probleem van geluid, we hebben daar de juiste oplossing voor, maar als natuurlijk de persoon of de organisatie het probleem niet herkent, wat we vaak merken, of het is niet gekend, ja, dan is de kans ook vrij groot dat dit niet als een oplossing wordt gezien, maar eerst als er een last wordt voorzien en dat bepaalde technische, digitale oplossingen Kijkt men ook naar CRM- of ERP-pakketten, dergelijke meer als het gaat over informatiedoorstroming, niet worden opgepakt of geabsorbeerd. Omdat men zeg maar, de noodzaak niet echt kent, erkent, of dat de noodzaak ook niet transparant gemaakt is van waarom denken wij dat dat een probleem is en waarom zou deze technologie ons kunnen helpen. En natuurlijk dit verhaal ook participatief opnemen. Samen met je operatoren, zo laag mogelijk op de werkvloer, kan natuurlijk ook de slaagkracht van absorptie van technologie gaan we beginnen verhogen. Dus dat betekent dat als we in een klassieke arbeidsorganisatie kijken en we kijken naar technologie, dan zeggen we altijd van probeer toch eerst over je arbeidsorganisatie eerst na te denken voordat de technologie binnenkomt. Stel nu, in de voedingsindustrie hebben we een zeer sterke uh, dynamiek naar kwaliteit aan de bron. Wat verwachten we eigenlijk? Dat operatoren veel sneller kunnen interveneren over kwaliteitsaspecten. Niet alleen op het einde van de lijn, Zeg maar, in het proces en liefst ook operatoren integreren. We dat vroeger vaak die kwaliteitsaspecten waren weggeorganiseerd bij functies, laboranten, kwaliteit. Waar dat we nu een aantal taken, een aantal testen, een aantal controles wel terug naar de operator willen brengen. Dat betekent dat we dan willen voorzorgen dat bijvoorbeeld receptuurkaarten conform zijn, dat ze die eventueel kunnen aanpassen, dat ze ook bepaalde parameters impact op hebben. En, en vaak is het dat probleemstelling dat dat systeem de laatste blok is eigenlijk gebouwd is, niet om dat mogelijk te maken. Dus je kunt er wel praten over digitale instructiekaarten aan de machines, bijvoorbeeld, de laatste en de juiste versie op de werkvloer, en de operatoren impact hebben, maar dat is natuurlijk wel onze uitdaging: van, is de graad van autonomie duidelijk dat de operatoren dat kan doen? Is dat mandaat daar? Misschien wordt de relatie met kwaliteit, de relatie van de technische dienst, misschien anders. Die verantwoordelijkheden moet misschien herverdeeld worden. Welke afspraken hebben we daar rond? Wat is de impact voor teamleiders? Wat is de impact voor de kwaliteitsmensen? Wat is de impact voor de technische dienst? Dus eerst kijken naar die arbeidsorganisatie, welke keuze maken we? Welke impact had dat? Werkafspraken. Om op die manier ervoor te zorgen dat die technologie een grotere absorptiegraad krijgt en draagvlak krijgt in die organisatie. Een ander voorbeeld: ik heb het net even aangehaald: he. produceren in flow, maar. De bereidingen zitten in zeg maar, een fysische entiteit, want we hebben daar muren gebouwd, want aparte bereidingen. Vaak misschien ook om HCCP-redenen. We hebben verschillende afvullijnen. Afvullijnen in ene kotteken, tanderkotteken, de verpakking in een andere kotteken. We hebben dan nog eens een logistiek-departement, magazijn, apart kotteken. Dus we hebben vaak ook heel veel kotteken die gebouwd zijn om bepaalde processtappen, die vaak ook legitiem zijn vanuit bepaalde regelgevingen, ISO, HCCP. Maar verwachten wel mensen dat integraal gaan samenwerken. En dat betekent natuurlijk dat er wel een belemmering is naar informatiedeling en informatiewerking of teamwerking vanuit afstand en infrastructuur. En dan natuurlijk zijn er wel oplossingen rond camera's en digitale informatieschermen om die pipeline zichtbaar te maken. Of als er bijvoorbeeld een urgentie is, er is een breuk op de lijn van de bereidingen die impact heeft op de afweerlijn, om die informatie te laten doorstromen. Natuurlijk, u weet ook, als u morgen camera's gaat plaatsen zonder Zeg maar de vraag te stellen van waarom doen we dat? En laat ons dan inderdaad dat toe om informatie beter te delen. Vinden wij dan als operatoren? Ja, dat krijg je natuurlijk buy in. En dan worden camera's niet, niet gezien als controle-instrument, maar camera's gezien als ondersteuning om de juiste informatie doorstroming te kunnen krijgen om te evolueren naar end-to-end-teams. Bijvoorbeeld een groep van mensen die samen eigenaarschap nemen vanaf de bereidingen tot en met de politisatie rond een bepaalde groep van producten of een groep van afvallijnen een ander voorbeeld bijvoorbeeld, dat we nog zien tot slot, is de complexiteit van technische dienst. Drie, vier afvullijnen, twee breuken op een afvullijn. Natuurlijk, elke afvullijn vindt dat zijn probleem prioritair is. Dit wordt gescaleerd zeg maar, naar het hoofd van de technische dienst, samen met de hoofd van bereidingen. Die bekijken dat, die gaan eventueel prioriseren. Of in be andere contexten gaat de technische dienst gaan beginnen prioriseren, waarbij misschien de problemen niet op het juiste moment worden opgelost voor de juiste typegroep operatoren. Die technische verstorende complexiteit, vaak onvoorzeldige registraties, discussie over priorisering, trage oplossingen, dat men dan vaak gaat zoeken naar digitale oplossingen en registratiesystemen te loggen. Maar de boodschap die we willen meegeven, is in welke mate we eerst nagedacht hebben dat bijvoorbeeld bepaalde taken en opdrachten, denk bijvoorbeeld aan preventief onderhoud, wat dan vroeger werd verwacht van technische dienst, misschien terug wordt gegeven aan operatoren. In welke mate willen ze ook competent maken dat kleine, kortsluitingskussen, om het zo maar te zeggen, opgelost kunnen worden door operatoren. En in een functie daarvan kunnen we een registratiesysteem gaan opbouwen, die misschien ook die nieuwe werking, samenwerking, jobinhoud kan ondersteunen. Dus dat aspect van die arbeidsorganisatie, koppelen en technologie, daar gaan we toch wel nog wat stappen zetten, omdat we zien dat we daar nog een aantal handvatten kunnen aanreiken om voedingsorganisaties erin te helpen. Oké, okay, voordat we overgaan naar de conclusies wil ik ook al een brugje maken naar uh, de, de volgende sprekers. Um, in de zin van dat we als we eens kijken naar, naar technologie en de impact op, ja, op jobs, op, op werkbaarheid, uh, dat we daar in het kader van Operator 4.0 ook een, een mobiele demonstrator hebben gebouwd. Um, en de bedoeling daar is om, om ook ja, te gaan tonen en bedrijven te laten voelen van in welke mate um, kunnen, kan technologie helpen om kennis en vaardigheden te gaan ondersteunen. Um, maar ook informatiedeling, samenwerking te gaan doen. En we hebben daar ja, heel wat um, ja, digitale technologieën voor, voor de, die er vandaag de dag uh, zijn. Um, ook rond planning zijn er uh, systemen die, die kunnen helpen om uh, de planning te ondersteunen. Naast Sirius die, die dit mee ontwikkelt. Biedt, of zoekt uh, Alimento daar ook naar, naar oplossingen die kunnen helpen naar, als het gaat over die reskilling, upskilling, zorgen dat mensen meer of beter digitale competenties krijgen enzovoort, dat dat, dat ook uh, aansluit op, op dit verhaal, om dus technologie uh, te matchen op de ja, arbeidsorganisatie en op uh, de mensen. Dus Technologische veranderingen die heel veel mogelijkheden bieden, die kunnen sterk omgearmd worden door hun medewerkers als ze bijdragen tot het beoogde mensbeeld. En dat is dat de uitdaging van dat mensbeeld, operator 4.0, hebben wij dat op een of andere manier verfijnd en ook gedefinieerd. Waarom dat we denken dat bepaalde technologische oplossingen kunnen helpen om die operator te ondersteunen naar het beeld dat we willen gaan opbouwen. Tweede punt is: systemen volgen uw arbeidsorganisatie. Woorden, technologie kan helpen om ook naar een vernieuwde werking te gaan. Dus met andere woorden, als je daar een beeld hebt van we willen evolueren, minder functioneel werken, minder departementeel, meer integraal, waar mensen multidisciplinair gaan samenwerken, wat we ook geloven ook dat mensen breed inzetbaarder moeten of kunnen gemaakt worden, ja, dat kan technologie ook zeer sterk helpen om een aantal dingen mogelijk te maken. daarin En mensen ook te helpen in die werking, in die transitie. En tot slot, als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wil komen, ga dan samen. We merken vaak dat het een verhaal is soms van ingenieurs of van specialisten die bepaalde expertise hebben. Maar de werking, de samenwerking zit vaak in en tussen die operatoren. Probeer er ook voor te zorgen dat je die informatie, die groep van mensen meeneemt in technologie, zodanig dat zij ook kijken van oké, okay, die complexiteit waar we vandaag mee geconfronteerd worden, in welke mate kunnen de oplossingen ons helpen? Om die complexiteit en die uitdagingen makkelijker en beter aan te pakken, om onze organisatie performant te blijven, maar ook ervoor te zorgen zeg maar, dat we werkbaarder onze job kunnen blijven uitoefenen tot onze pensioenleeftijd. Wil u nog verder geïnspireerd worden? Luister gerust naar de volgende sprekers, maar natuurlijk ook uh, neem gerust het boekje samen op smaak gebracht, dat gratis kan aangevraagd worden bij Alimento. Dus als je daar een aantal mensen. Uzelf op binnen uw organisatie een aantal inzichten wilt geven om een aantal uh, zaken te verduidelijken of inspiratie op te doen met een viertal bedrijven waar ook uh, testimonies in zitten van getuigenissen van een viertal bedrijven, zoals een van de moortelen of een eclair of een libeert die straks nog aan bod komt, die een beetje delen van wat kan dat voor hen betekenen en hoe hebben ze dat aangepakt. Dank u wel om naar ons te luisteren en nog uh, veel plezier en leutes straks met de volgende sprekers. Dank jullie wel.